Ik ben Don van der Meer, commercieel manager van OZ Import. OZ Import is een importbedrijf gestationeerd in Nederland. En wij importeren bloemen uit, ja, ik denk meer dan 35 landen. En daarnaast beleveren we natuurlijk diezelfde bloemen aan heel veel klanten. Zowel supermarkten, supermarktketens, als ook bloemisten. Certificering ja, is en wordt steeds belangrijker. Sowieso vanuit de supermarkten is die roep er al jaren en wat sterker. En ja, we zien ook nu dat het echt overslaat naar gelukkig naar ook de bloemisten in Europa. Wij stimuleren die certificering van twee kanten. Uiteraard onze producenten uit meer dan 35 landen proberen we in ieder geval zoveel mogelijk gecertificeerd te krijgen. Omdat die roep vanuit de klant ook steeds sterker wordt. De herkenbaarheid van certificering zit in de uiterlijke kenmerken. In dit geval een kweker die het op zijn zak keurig laat zien wat hij er allemaal aan doet om duurzaam te zijn. En ook de laatste jaren gaat het in de digitalisering gaat het erg hard. En worden alle certificeringen en alle kenmerken daarvan worden ook digitaal meegestuurd. Wat uiteindelijk voor de eindklant natuurlijk ook heel belangrijk is. Voor de toekomst duurzaam, bewuster met je bedrijf om te gaan. Eigenlijk altijd wel bezig met duurzaam, met papier onderscheiden, met afval te onderscheiden. Maar eigenlijk niet weten of dat je dat wel goed doet, goed genoeg doet. En nu wordt het geregistreerd door NVO Nederland, die, nou ja, die komt weer controleren. En dan blijkt dus dat je het goed doet, in ieder geval goed genoeg voor zilver te behalen. Ik vertel het. Ik heb ook een embleempje wat ik aan de bloemen kan vastmaken. Dus iedere ontvanger krijgt een boeket van mij met een strookje waarop staat dat ik duurzaam ben geworden in zilver heb behaald. Ik vertel veel. Ik heb ook een embleem en die hangt ook in de winkel. Dus als mensen even moeten wachten, dan zien ze dat ik inderdaad zilver heb behaald in de duurzaamheid. Absoluut. Alleen ik moet, wat ik nog meer moet doen is gesprekken met mijn personeel. Maar die moet ik registreren. En wij praten heel veel en ik praat heel veel. Alleen ik vergeet het op te schrijven. En het ook echt te registreren. En als ik dat had gedaan, had ik goud. En nu moet ik nog steeds in de gaten houden hoeveel duurzaam ik inkoop. Dus biologisch en dat soort dingen. En als ik dat al heb, zit ik al bijna op goud. Ja, ik ben ook lid van DBG, dus Duurzame Bloemistengroep. Die lobbyen ook echt voor duurzaam, voor grote aanbestedingsprojecten. En die hebben bijvoorbeeld FNV binnengehaald, de Hogeschool in Den Haag. En daar krijgen we ook opdrachten van. Dus ik krijg ook echt wel meer klanten daardoor. Ook mensen die ook op de bepaalde sites zitten, die gaan het kijken. En die zien dus dat ik duurzaam ben en dan bestellen ze bij mij mijn bloemen, de bloemen. Dus mensen zijn er wel en ik heb echt het idee dat ze er steeds meer mee bezig zijn om duurzaam te worden. Maar ook mensen vinden het gewoon echt belangrijker dat we gewoon investeren in onze toekomst. En die is gewoon heel belangrijk. Je moet het bijhouden met wat je inkoopt op NPS. Zowel met de planten, dus als ik bij waterdrinker inkoop of bij ergens anders inkoop, let ik ook op of dat het NPS is of dat er goed een bakje onder zit waarin die ik terug kan geven, dat ik niet te veel plastic heb. Ik moet mijn plastic afval van mijn planten, moet ik ook echt in op de veiling, moet ik daar deponeren. Dus ik mag het niet in deze hier wegdoen. Dus ik moet al mijn afval moet ik verzamelen in mijn auto en die moet ik daar dumpen. Want daar wordt het ook echt gesplitst en ook echt zorg voor gedragen dat het apart verwerkt wordt.
Dan is het mijn inkoop van mijn snijbloemen. Moet ik inderdaad voor NPS. Die wordt dan uit elkaar gehaald hoeveel percentage ik op mijn gehele inkoop NPS inkoop. Of ook biologisch. Ben bewust van wat je doet. Ben bewust van ons prachtige vak. En ben bewust met alles wat je doet in de natuur. En dat is vooral, vind ik, het allerbelangrijkste. Mijn naam is Kelly Sonneveld. Ik heb de vierjarige opleiding Blooming Design gedaan. Ik heb als stageopdracht heb ik de Barometer Duurzame Bloemist certificaat behaald. Het is niet zozeer moeilijk of makkelijk. Het ligt voornamelijk aan de eigen inzet of, en hoe graag je het wil om het certificaat te behalen en de tijd die je erin wil steken. Jazeker, de site hebben we daar veel voor gebruikt, omdat je daar de vragen op kan. Zie je een overzicht zeg maar, met wat je allemaal moet doen en aan welke eisen je moet voldoen. Er zijn heel veel verschillende dingen die je moet doen. Je moet sowieso kijken wat er al bij jou in het bedrijf al duurzaam is of wat aan de punten voldoet en de eisen. Het enige wat het meeste tijd kost, dat is je inkooppercentage moet berekend worden. En dat inkooppercentage moet je van een half jaar voor de audit moet je dat al allemaal uitgerekend hebben in een speciaal document daarvoor. Dit is per bloem is verschillend. Het ligt er puur aan hoeveel tijd je er zelf aan wil besteden. Wij hebben er een aantal maanden over gedaan aangezien ik dit als een stageopdracht deed. En hier één keer in de week een paar uurtjes tijd voor namen. Maar je kan ook meer tijd aan besteden en dan hoe sneller je zelf de opdracht hebt afgewerkt, hoe sneller het klaar is. Een van de vragen is bijvoorbeeld over schoonmaakmiddelen. Bleek en chloorhoudende middelen mogen niet gebruikt worden of helemaal niet aanwezig zijn in het bedrijf. Dit is een kleine aanpassing die je moet doen, maar zeer makkelijk om hier punten op te behalen. Er zijn twee verschillende soorten audits. Je hebt een audit die wordt van een afstand gedaan. Dit is de administratieve audit. Je hebt ook een audit die komt fysiek, vindt die plaats. Er komt iemand van de stichting SGS en die komt in de winkel kijken of jij fysiek aan de punten voldoet. En die gaat samen met jou steekproefgewijs je inkoopberekening naberekenen. Je hebt drie gradaties. Je hebt goud, zilver en brons. Dit is allemaal afhankelijk aan je inkooppercentage en de keuzemaatregelen, punten zeg maar, die je kan behalen. Wanneer je eenmaal het certificaat hebt behaald en door een of andere manier, door omstandigheden, je inkooppercentage naar beneden gaat, kan je terugvallen in brons. Met inkooppercentage wordt bedoeld het percentage wat jij duurzaam verantwoord inkoopt. Dat zijn producten die een certificaat hebben, zoals NPS of Fairtrade. Er is hier door de stichting is hier een document voor opgesteld. En in dat document kan jij invullen het totaal van je factuurbedrag en het bedrag wat je aan duurzaam gecertificeerde producten hebt uitgegeven. En wanneer je dit in het document stopt, wordt dit automatisch met elkaar verrekend en komt daar een percentage uit. En dat percentage wordt aan de hand of je zilver, goud of brons gecertificeerd wordt. Want voor je idee, zilver is 30% duurzaam, moet je duurzaam hebben ingekocht en goud is 50%. Er zijn verschillende voordelen. Duurzaamheid begint een steeds belangrijkere rol te spelen in onze samenleving. Er zijn bijvoorbeeld al vele overheidsinstellingen waarvan wordt verwacht dat ze al een heel groot deel van hun inkoop ook duurzaam en verantwoord doen. Op deze manier kan je waarschijnlijk je klant behouden en ben je al een stapje voor. Ook trek je een heel nieuwe doelgroep naar je toe. Want er zijn steeds meer mensen die ook zelf geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en dit erg belangrijk vinden. En wanneer je dit certificaat hebt, krijg je daardoor ook nieuwe klanten naar je toe.
Bij de in- en exporteur speelt dit ook zeker een grote rol. Er wordt vanuit de kwekers wel gestimuleerd om certificaten te behalen. Zodat deze ook weer verder doorgevoerd kunnen worden in de keten. En dat het uiteindelijk ook weer terechtkomt bij de bloemisten. Zodat zij ook weer de gecertificeerde producten kunnen kopen. Als tip zou ik mee willen geven, wees enthousiast en stel je open voor dit onderwerp. Omdat het steeds belangrijker wordt in deze samenleving. En het is voornamelijk een heel leuk en leerzaam traject.